Online verantwoorden. Veilig, simpel en snel. Wilt u dit ook eens proberen? In dit korte filmpje leggen we uit hoe dit werkt. Om online te kunnen verantwoorden moet u eerst een account aanmaken. Dit hoeft u maar één keer te doen. Stap 1. Ga naar onze website www.vgz-zorgkantoren.nl/pgb/verantwoorden. En klik op de button Persoonlijk Account aanmaken. U krijgt dan dit scherm te zien. U maakt een account aan door uw persoonsnummer en persoonlijke code in te vullen. Het persoonsnummer en de persoonlijke code staan in de brief die u van ons heeft ontvangen. Dit nummer is uw persoonlijke nummer. Erg veilig dus. Stap 2 In dit veld vult u uw persoonsnummer in. Hier vult u uw persoonlijke code in. Klik op Volgende. Stap 3. Vul in dit scherm twee keer uw e-mailadres in. Klik op Volgende. Stap 4. U ontvangt van het zorgkantoor op het door u ingevulde e-mailadres binnen een aantal minuten een bevestigingsbericht met een activeringslink. Klik op deze link. U komt nu op de activeringspagina. Stap 5. Vul hier twee keer een zelfgekozen wachtwoord in. Dit moet uit minimaal zes tekens bestaan en een combinatie zijn van cijfers en letters. Let op: telkens als u inlogt, heeft u uw wachtwoord nodig. Zorg er dus voor dat u een wachtwoord kiest dat voor u gemakkelijk te onthouden is. Bent u uw wachtwoord vergeten? Geen probleem. U kunt dit opnieuw instellen met uw persoonsnummer en uw persoonlijke code. Klik op volgende. Uw account is nu aangemaakt en u kunt meteen online verantwoorden. We laten u zien hoe eenvoudig dit werkt. Stap 6. Boven in het scherm ziet u een aantal tabbladen. Klik op het tabblad Formulier verantwoording. Hier ziet u een overzicht van de verantwoordingsverzoeken met de bijbehorende statusinformatie. Door een verantwoording te kiezen, kunt u deze raadplegen en afhankelijk van de status invullen of wijzigen. Kies de meest actuele verantwoording en klik op Kies verantwoording. Punt 1 en 2 zijn al ingevuld met uw persoonlijke gegevens en de periode waarover u moet verantwoorden. Bij punt 3 vult u de gegevens van uw zorgverleners in. Klik op deze button. Hier vult u in de naam van uw zorgverlener of zorgverleners, zijn of haar burgerservice nummer, het BTW-nummer of Kamer van Koophandel-nummer, of u voor deze zorgverlener aan het einde van het jaar een formulier opgavenbelasting wilt invullen. Kies Ja als uw zorgverlener nog geen loonbelasting heeft betaald. Kies Nee als hij of zij wel loonbelasting heeft betaald. Het bedrag dat u over de verantwoordingsperiode aan hem of haar heeft betaald. De soort zorg die uw zorgverlener aan u heeft geleverd. Bent u klaar met het invullen van deze zorgverlener? Klik op Volgende. U bent nu terug op het beginscherm van de verantwoording. Wilt u nog een zorgverlener invullen voor deze verantwoording? Klik dan nogmaals op deze button. Punt 4 is een totaaloverzicht. Bij 4a worden alle bedragen die u bij punt 3 heeft ingevuld automatisch opgeteld. Punt 4b gaat over het ziektegeld. Als uw zorgverlener ziek is geweest, is hij of zij ziek gemeld bij de sociale verzekeringsbank en heeft u ziektegeld ontvangen. Vul hier het bedrag in. Als dit niet van toepassing is, kunt u dit vakje leeg laten. Punt 5. U kruist hier aan wie het formulier heeft ingevuld. Als dit niet de budgethouder zelf is, moet u ook de naam en woonplaats van de wettelijk vertegenwoordiger invullen. Klik op deze button. Alle velden met een rood sterretje moet u invullen. Doet u dat niet, dan kunt u niet verder gaan. Stap 7. Hier kunt u controleren of u alle gegevens heeft ingevuld. Als u iets vergeten bent of iets fout heeft ingevuld, klikt dan op deze button. Als u alles juist heeft ingevuld en u het formulier wilt verzenden, klikt u op deze button. Stap 8. Om uw verantwoording te versturen, klikt u één keer op Verzenden. Pas daarna is uw verantwoordingsformulier verstuurd. U heeft nu online verantwoord. U ontvangt van het zorgkantoor op uw e-mailadres binnen een aantal minuten een bevestigingsbericht dat het formulier is ontvangen. Binnen drie weken krijgt u een schriftelijke reactie op uw verantwoordingsformulier. Vergeet u niet om uit te loggen? Handige tips. U kunt op een later moment opnieuw inloggen en verder gaan met uw verantwoording. Het ingevulde formulier kunt u op elk gewenst moment inzien. Via het tabblad Contact. Kunt u bijlagen digitaal meesturen? Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag. U kunt ons bellen of uw vraag stellen via het contactformulier op onze website. Online verantwoorden: veilig, simpel en snel.